Hey, welkom bij een nieuwe presentatie. Vandaag gaat het hebben over de activiteit. Waarom en hoe verhoog je het? En een aantal praktische tips om dat te doen. En dat is nog een keer het belang ervan. Hè. Ik ga naar diavoorstelling gaan. Voilà. Het startprentje. Ik wil eerst beginnen met waarom. Want er wordt vaak gedacht van, ja, maar dat is een manier om calorieën te verbranden. En daar kom ik straks op terug. Maar het is meer dan alleen dat. Het heeft ook andere gevolgen voor je lichaam, voor je gezondheid in het algemeen. En dan kom ik op dit mooie tekstje, wat ook een aantal artikels, wetenschappelijke artikels, aan gekoppeld waren, maar gewoon kort samengevat. Dus zitten voor lange periodes heeft heel wat negatieve gevolgen, van obesitas naar hoge bloeddruk, naar abnormale cholesterolniveaus en zelf risico dus op hartziektes en kanker. Ja, deze natuurlijk zijn een beetje gelinkt, hartziekte en bloeddruk en cholesterol en zo, maar dat is allemaal daarmee geassocieerd. En, wat zeg ik daarop terug, maar dus eerder door een studie 2007, die zegt dat er een directe verbinding is tussen hoe vaak iemand zit en vroegtijdig sterven eigenlijk. En hier een andere studie die zelfs zegt dat lang zitten negatieve gevolgen heeft, onafhankelijk van het feit of dat je nu gaat sporten of niet, om te compenseren. Dus zoals ze hier zeggen, dus naar de gym gaan helpt niet per se om je zitten gedaan te maken. En voeding trouwens ook niet. Niks helpt daartegen. Dus het is wel degelijk een compleet apart aspect vergeleken met slaap. Is ook niet, je gaat ook van slaap op zich, maar te weinig slaap gaat er niet bij komen. Maar het is al de gevolgen van dien dat ervoor zorgen dat je gaat bijkomen. Je maakt meestal minder goede keuzes qua voeding. Je gaat minder energie hebben, waardoor je minder beweegt, waardoor je ook weer minder calorieën verbrandt. En daardoor gaat het eigenlijk bijkomen. Want er zijn, op zich kunnen we nog altijd compenseren door toch te doen, door toch te sporten, door toch gezond te eten. En dat kan. Maar dat wil niet zeggen dat er nog altijd geen negatieve gevolgen zijn, zoals hoge kans op dementie, Parkinson. Er zijn een aantal andere nadelen die daar geassocieerd zijn. En het is juist hetzelfde met niet genoeg dagelijkse activiteit doen. En dan natuurlijk ook om af te vallen, is het ook wel iets, want je kunt met. Dus je hebt eigenlijk in deze staat ook ergens anders in een andere presentatie. Maar je hebt dus eigenlijk, als je kijkt, dit is 100% van de calorieën die je verbruikt. Iets meer dan de helft daarvan is base metabolic rate. Dat wil zeggen wat je verbruikt in rust. Dus als je gewoon één dag in de zetel zou liggen en absoluut niet bewegen, in principe moet je dat niet knippen. Wat dat natuurlijk niet gaat, maar dat is puur hypothetisch, om je hart gewoon te doen slaan, om te ademen, al die dingen, en om je gewoon te zorgen dat je lichaam niet afsterft, heb je zoveel calorieën nodig. Dan heb je nog het thermische effect van eten, maar je mocht in die beef metabolic rate mag je ook niet eten, want vertering vraagt ook energie. Trouwens, eiwitten vragen meer energie om te verteren dan koolhydraten. Nog een reden om meer eiwitten te eten. En dan heb je nog de NEAT en de EAT. Dus NEAT is non-exercise activity thermogenesis, dat wil eigenlijk zeggen activiteit dat je doet en niet als een workout wordt beschouwd. Dus niet gaan lopen of naar de gym gaan en een circuit doen van in onze thuisschema's of zo, dat telt dus niet. Maar dingen gelijk in huis, de afwas doen, een wandelingsje maken, de vaat, allee, gelijk wat dat, of de wasmachine, ja, wat dat ook mag zijn, al die dingen dat je doet. En daarnaast hebben we dus exercise activity thermogenesis, en dat wil dus zeggen effectief sporten. Nu, dat is niet exact, hè? Als je iemand bent die 6 keer in de week sport en voor de rest heel dag aan je computer zit, ja, dan gaat dit groter zijn dan dit. Maar het zou niet mogen groter zijn dan dat. Ook opnieuw, dit hangt ervan wat er gejusteerd is. Dit is ook weer. Het is allemaal een beetje fluid, maar in het algemeen zou dit wel hoger moeten zijn dan dit. Maar hoe doet u dat dan? Kort samengevat, ik ga straks concretere tips geven dan dit, maar je hebt twee mogelijkheden. Je kunt aanpassen wat je nu al doet en daar iets aan toevoegen of van verwijderen of lichtjes aanpassen. Of je kunt iets volledig toevoegen van nul, van scratch, van niks beginnen. Maar wat je sowieso altijd wil, is een vaste trigger. Dus je wilt niet aan toeval overlaten dat je een keer denkt van, ah ja, ik heb nu eigenlijk wel tijd, ik ga gewoon een wandeling gaan. Nee, dat is het laatste wat je wilt doen, want dan gaat het niet consistent zijn. Daar is trouwens een volledige presentatie rond van hoe bouw je een nieuwe gewoonte, hoe kweek je nieuwe gewoontes. Dat staat op een andere presentatie in de Academy. Dat is wel belangrijk, want we kunnen allemaal iets doen als we eraan denken voor op het moment zelf. En dan denk je, ah nee, ik ben het vergeten, ah, die ene keer zal ik het niet vergeten. Maar als je niks consistent doet, gaat het uiteindelijk niks opbouwen.
Dus zoek iets om die activiteit te verhogen dat je consistent kan doen en dat er een specifieke trigger is dat je weet van dat gaat leiden tot dat. Een heel stom voorbeeld: je weet dat je je tanden gaat poetsen elke dag, hopelijk minstens één keer of toch of meermaals misschien. Hopelijk. Als je dat telkens zou gebruiken om bijvoorbeeld heen en weer in de gang te wandelen, dat is nu heel stom, hè? Maar dan zou dat bijvoorbeeld 100 stappen zijn of zo. Doe dat meermaals en dan komt het zo aan meermaals aan meer stappen. Dat is nu een heel stom, maar concreet voorbeeld. Maar je trigger is dus je tanden poetsen en de activiteit dat eraan gekoppeld is, is dan dat wandelen. Of dat kan squat zijn, of dat, wat dat ook mag zijn. Maar je wilt nooit iets forceren of eraan moeten denken. Dat is niet de bedoeling. Een aantal dingetjes, oeps, dat je oeps kunt doen. Eerst mijn hoofd verplaatsen. Jawel. Je kunt hula hoopen, zoals deze mensen. Het lijkt me zeer fake trouwens, met hakken beginnen hula hoopen. Maar dat volledig terzijde. Het zijn een aantal dingen dat je kunt doen op het werk. Nu, opnieuw, deze zijn niet allemaal toepasbaar voor jou specifiek. Hè. Het is een beetje te zien wat kan er op jouw werk, wat kan er niet op jouw werk. Je kunt moeilijk ja, een zitbal misschien krijgen op je werk, afhankelijk van de situatie. Maar dat is wel een van de mogelijkheden om ook een klein beetje meer core activiteit te krijgen. Maar dus, ik ga zo even overlopen. Je kunt meetings al wandelend doen. Dat zou heel interessant zijn, zeker als je een kleine groep bent. Hetzelfde met calls trouwens. Ik doe mijn calls met de Bellwesters ook allemaal al wandelend, omdat dat toch weer telkens, ja, een kwartier, een half uur soms, doet dat zo meermaals per dag en dat telt echt wel af. Een zitbal is goed voor je core activiteit. Een stabureau is ook een heel goeie, want zitten op zich is al niet goed voor je, niet goed. Zo dat je niet maar lang zitten is niet goed voor je rug. Probeer op meetings ook zoveel mogelijk een eindtijd te plakken, want het is heel vaak dat op het einde van een meeting zo wat uitbolt, zo en zo wat, ja, oké. En dan dat telt allemaal op. Als je de taak is 5 à 10 minuten uitbolt, terwijl eigenlijk niemand er echt zin in heeft, telt dat op het einde van de week. En als je zoveel meetings hebt, dat telt echt allemaal op. En die tijd kun je perfect voor iets anders gebruiken. Dat moet niet precies zelf activiteit zijn, maar het is alleszins al een feit dat je daardoor minder gaat zitten. Die meetings hoeven ook niet altijd van achter je bureau te zijn. Als je ergens naartoe moet gaan om die meeting te doen, heb je toch weer die stappen gedaan naar daar. Je kunt ook dat gebruiken trouwens om naar buiten te gaan of op een bepaalde locatie. Je verliest er een klein beetje tijd mee. Ja, oké. Bekijk hoe dat gaat. Hè. Ik zeg niet dat je. Want beschouw het ook niet als tijdsverlies. Activiteit, alsjeblieft niet. Probeer zoveel mogelijk in je dagelijkse leven te integreren. Maar hoe vaak is het niet dat je zo nog 10 minuutjes hebt of zo en dat je dan ja, zo niks echt in die tijd kunt doen? En wel, dat was bijvoorbeeld 10 minuten geweest dat je had kunnen gebruiken om iets van beweging te doen, die meeting of verplaatsing. Je moet dat natuurlijk vooraf plannen. Maar bon, snapte, dat zijn zo die minuutjes dat je wel kunt gebruiken om zoiets klein te doen en dat dat allemaal keert op. Qua transport. Parkeer ietsje verder. Mensen hebben altijd de neiging om vlak aan een deur te parkeren. Wel, begrijp dat. Natuurlijk, maar als je telkens zo 400, 500 meter verder geparkeerd staat, ja, heen en terug, en doet dat zo 2 keer op een dag. Als je bijvoorbeeld van thuis vertrekt naar het werk, naar daar, dus je gaat van thuis naar je auto. Pakt 500 meter. Hè. Je gaat van gereed. Je parkeert 500 meter ver, je gaat naar je bureau. Je keert terug, dus doe dat 2 keer. En in totaal 2 kilometer gewandeld. Gemiddelde stap is ongeveer 70 centimeter. Dus dat wil zeggen dat je daar alleen al 3000 stappen gedaan hebt. Dat is al veel, hè? En dat is zoals 500 meter, dat is niet zo extreem veel. Als je dan al een keer bovenop pakt, dat je bijvoorbeeld met de trappen zou gaan of zo. Of als je, nog beter, als je gewoon volledig te voet of met de fiets naar het werk zou gaan. Dat zou echt wel al, ja, dat maakt wel een verschil. Bij pauzes probeer niet te blijven stilzitten. Gebruik dat even dat moment om recht te staan, om te bewegen. Heel goed voor je rug en voor je nek trouwens ook. Er is niks slechts aan een bepaalde houding. Er zijn natuurlijk die beter zijn dan andere. Maar bon. Allee, je weet wat ik bedoel. He. Dus ook heel zo. Nee, je wilt een beetje rechter zitten. Je wilt niet met je schouders naar voren. Je wilt je rug niet laten doorhangen. Maar op zich kan dat voor korte tijd geen kwaad. Maar wat dat nog erger is dan zo'n houding, is lang in een houding zitten die gewoon hetzelfde is. Je wilt regelmatig een keer bewegen. Je kunt pauzes ook gebruiken om naar buiten te gaan. Het voordeel van naar buiten gaan is dat je effectief recht staat
en naar buiten gaat. En dat je opnieuw die activiteit gedaan hebt. En natuurlijk is dat goed voor vitamine D, voor frisse lucht, al die dingen. Maar misschien van de gelegenheid gebruiken om een keer een walking lunch te doen. Staan een keer, spreek een keer af met een collega en ga op die manier proberen iets, ja, pak je boterhammetjes en ga voor een kleine tour. Als je dat een kwartiertje doet, dat kan echt wel. Dus gemiddeld, als je niet te veel, niet te heel snel wandelt, dus ongeveer 2 seconden, sorry, 2 seconden, 2 stappen liever, of misschien zelfs 2,5 per seconde. Maar 2 stappen per seconde, dat wil zeggen 120 per minuut, dat wil zeggen 1200 per 10 minuten. 10 minuten wandel is nu niet extreem, hè? Maar 1200 continu gewandeld, dat is wel, ja, dat telt wel op. Dus ja, dat kan wel echt nog niet zijn. Walk and lunch heb ik dus gezegd, en drink veel. Dat was ook een tip dat ik regelmatig zag terugkomen in mijn onderzoek. Van, als je weet natuurlijk, water is gezond, water is belangrijk, hè? Maar als je veel drinkt, ga je niet alleen vaak naar de watermachine gaan, maar ga je ook even naar de wc moeten gaan. En dat zijn ook weer allemaal stappen dat er bij komen en op die manier optappen. Thuis hebben natuurlijk ook een aantal dingetjes wat je leven is meer dan alleen je werk. Huishoudelijke taken is iets wat je, want stappen is één iets, maar er zijn ook andere dingen dat je kunt doen, zoals de vaat, zoals de strijk. Dat zijn allemaal dingen die zeker, zeker goed zijn, die niet rechtstreeks geteld worden in je stappen. Maar gebruik muziek, alleszins, om zo'n dingen te doen, om het aantrekkelijker te maken. Om dingen dat je graag doet en dat je associeert met iets leuk, dan heb je veel meer kans om dat te herhalen. En dat is maar logisch ook. Zo zit het met elkaar. Dat geeft ook energie en dat maakt dat je onrechtstreeks toch wat meer gaat bewegen. En onrechtstreeks ongewild, onbewust liever, meer gaat bewegen en dat gaat natuurlijk heel positief zijn. Gebruik wachttijd ook. Als je staat te wachten op je koffie die doorloopt of zo, sta daar niet gewoon zo'n beetje te wachten. Zo. Nee, tandenpoetsen, ik heb het voorbeeld al aangehaald. Dat zijn momenten dat je makkelijk 100 stapjes hier, 100 stapjes daar erbij kunt doen en dat telt allemaal wel op. En je moet niet gelijk een maniak beginnen. Nee, gewoon het gemakske waar rondwandelen of zo. Ga een keer door het raam gaan kijken en ga weer terug. En voilà. Tuinwerk is ook een heel goeie. En dan decluttering is ook iets zeer, zeer, zeer interessant. Niet alleen mentaal, maar ook omdat je, als je de dingen meer georganiseerd overal legt. Dus meestal als dingen zo wat rondhangen, is het omdat je ze zo snel nodig hebt en omdat je op je bureau alles binnen handbereik wil hebben of zo. Maar als dingen meer georganiseerd liggen op een bepaalde plaats, die misschien een tikkel verder is, dan gaat het ervoor zorgen dat je moet rechtstaan en er telkens naartoe moet gaan. Dus het gaat beter zijn mentaal, omdat je structuur in je hoofd hebt en niet telkens moet zoeken voor dingen, maar ook voor je wandelen. Dan ontspanning. Belangrijke mededeling. Er zijn meer mogelijkheden om te ontspannen dan enkel tv. Echt wel. Schermtijd ook, Instagram, dat zijn allemaal mogelijkheden om te ontspannen, maar dat is zeker niet het enige. Als je dan toch een tv wil bekijken, kun je de reclamebreaks gebruiken om een keer recht te staan om iets actief te doen. Juist gelijk met dat je die dingen hebt. Met dat je je tanden poetsen en zo. Je kunt dat allemaal zo doen. Maar gebruik het om activiteit erin te krijgen. Speelgoed voor je kinderen trouwens ook. Hoeft ook niet altijd een videogame te zijn. Dat kan echt ook iets actiever zijn. Zeker bij jonge kinderen die vinden dat tof, zo fietsen of zo. En op die manier zit jij ook weg. En ze zijn ook aan het bewegen. Huisdiering, dat is nog niet. Dat is natuurlijk wel een drastischere beslissing. Dat kun je niet zomaar aanschaffen zonder overleg met iemand anders. Maar een huisdiering, een hond of een hond vooral. Dat is wel natuurlijk. Dat geeft heel veel activiteit. En shop minder online. Ik weet dat. Dat is natuurlijk gemakkelijk, maar wat gebeurt er? Je shopt online en uiteindelijk komt dat gewoon zo binnen en je moet maar van uit je brievenbus halen. Als je effectief moet gaan shoppen, ga je daar naartoe en dan kun je wandelen daar waar rond, zien andere dingen en je zit op die manier weer actief bezig en dat maakt echt wel een verschil op termijn. En dus andere tandenpoetsen, ik heb het waarschijnlijk al 5 keer gezegd ondertussen. Een ochtendwandeling en een wandeling naar je avondmaal zijn ook heel interessant. Ochtendwandeling om je dag goed te starten, om even je gedachten op rij te krijgen en zen en ontspannen van je dag te beginnen. Wandeling na het avondmaal is heel interessant om je vertering goed op gang te brengen. Wat dat zeker s'avonds belangrijk is, omdat anders met een te volle maag gaat slapen.
En ook om weer te vermijden dat je te veel schermtijd hebt vlak voor je avond, voordat je gaat slapen. Nu, deze opname is op 1 juli. 1 juli? Ja, 1 juli. Het is nu zowat het langste van het jaar dat het is. Je kunt echt nog heel laat gaan wandelen en nog in het daglicht zijn. Dus dat is wel profiteer ervan, zou ik zeggen. En dan tracking. Tracking kan zeer interessant zijn, omdat je op die manier een soort van doel krijgt. En veel mensen zijn zowel wat gemotiveerd door een getal wat ze voor zich zien. 10.000, als 10.000 stappen, is een mooi rechtgetal. Maar er is niks magisch aan. Het is gewoon een mooi rechtgetal. Wat de World Health Organization zegt, is 150 à 300 minuten van moderate intensive aerobic physical activity. Waaronder wandelen dus. Maar dat kan ook strijk zijn, dat kan ook afval zijn. Al die dingen. Minder je machine gebruiken trouwens, kan daar ook een zeer goede tip in zijn. Should limit the amount of time spent being sedentary. Dus dat je minder gaat zitten. And replacing sedentary time with physical activity of any intensity provides health benefits. Ja, dus als jij minder zit en als je iets anders doet in de plaats, geeft dat voordeel. Trouwens, dit komt bovenop het feit dat je ook nog krachttraining moet doen. En dus meer dan enkel... bewegen dat je moet doen. En het gebruik van staptellers als doel hebben we dus aangehaald. Dus conclusie, sport en beweging zijn niet hetzelfde. Het is iets anders, het is eigenlijk een supplement, daarom dat ik het ook altijd vraag aan jullie. In de check-ins, dat ze allebei. Het is belangrijk op lange termijn, om gezond ouder te worden, om je gewrichten goed te houden, om pak voor je mentale gezondheid trouwens ook. Dus het heeft echt wel veel voordelen. En probeer het gewoon zoveel mogelijk te integreren in je dagelijks leven, maar zo laagdrempelig mogelijk ook. Want vanaf dat je er een drempel van maakt, dat je denkt van, oh nee, ik moet nu weer dat doen, en oh, dat past niet, dit of dat, dan kom je er niet van. Dat is maar alles zo. Daar is de presentatie rond gewoontevorming trouwens ook heel interessant rond. Nu, voor mensen die moeite hebben en niet veel tijd hebben, en die zo iets meer zoeken rond, ik wil kleine dingetjes, gelijk een squat, gelijk een lunge, gelijk een jumping jack of zo, als ik op een koffie wacht of het een of het ander. Ik heb zowel een aantal week challenges, waarin dat je eigenlijk een bepaald doel hebt dat je in de week moet halen. En dat gaat dan over een aantal oefeningetjes. Ik zeg maar iets, je moet over de loop van de week 100 squats doen, over de loop van de week 200 push-ups tegen een tafel, over de loop van de week 300 jumping jacks. En dan kun je dat zo aanvullen per dag, wat dat allemaal doet. Als er mensen geïnteresseerd zijn, dan wil ik die altijd wel een keer doorsturen. En dan kun je dat zo bijhouden, als je dat op de frigo plakt of zo, dan is dat wel interessant. Ik hoop dat dit wat hielp. Als je hier vragen over hebt, laat het mij zeker weten. En dan praat ik snel met jullie. Ciao, ciao!